Nou, altijd lekker chaotisch. Dat je dan helemaal een soort van teleurgesteld bent, omdat het heel lekker. De stomste film gekeken die ik ooit in mijn leven heb gezien. Geen tijd meer. Die vond ik nog leuker. Heel chill. Hoi. Wat mis jij in zo'n stemwijzer? Weet je wie er ook van hield in haar tijd? Oh, mama. Borreltijd. Jongens, kijk de sushi. Dit is die ik heel vaak neem. Maar Haaf heeft deze nog nooit gekocht. Maar ze hebben nu ook met tonijn. Daar houden we niet zo heel erg van, maar dit lijkt me echt heerlijk. Met garnaal erin. Oh my god. Zo lekker. Echt. Ik heb liever iets minder van echt ziek lekkere dan allemaal van die simpele. Yummy. Nog even het toetje van gisteren, want dan hadden we gisteren geen zin meer in. Lekker. Kijk hoe mooi het eruit ziet op deze foto. Kijk, ja, super mooi. Ik heb echt zoveel stories geplaatst van het eten van gisteren. Nice. We hebben net echt een hele leuke les gehad. Het was eigenlijk naar aanleiding van Trefwoord. Ging het over blinde mensen. Dus we hebben heel erg veel geleerd over hoe blinde mensen op stations bijvoorbeeld de route kunnen vinden. Dat wist ik echt niet en de kinderen hier eigenlijk ook niet. En toen zijn we zelf met Braille aan de slag gegaan. Dus we hebben het Braille schrift hier op het bord. En dan dit van internet. En dan moesten ze hun naam hier schrijven met de juiste de Braille schrift. Dan moesten ze hem eventjes zo omdraaien. En dan in de gaatjes moest je het prikken. En als je dan nu zo hebt, kun je dus voelen. En dan was de opdracht van probeer of gewoon door te kijken of door te voelen te raden van wie het is. Zijn ze onderling aan het wisselen. En dan kan je dus achter op het plaatje kan je zien wie het heeft gemaakt. Maar het was best wel leuk. Iedereen vond het heel leuk volgens mij. Dus dat is wel een tip. Oh, ik heb veel te lang niet gevlogd. Ik heb mijn camera ook echt nog op mijn werk laten liggen en zo. Ik heb zo'n drukke week. Die is eindelijk een beetje rustig nu. Vanaf nu. Kijk mijn keuken en zo. Het is één grote chaos. Oudergesprekken deze week online, maar daardoor lijkt het langer. Want normaal zit je gewoon even 2 avonden en nu is het overdag en 3 dagen. Heel blij met de oudergesprekken. Ik heb hier tomaten. Heel blij. Ik krijg echt complimenten en ouders zijn zo prettig om mee te communiceren en te kijken wat het beste is voor een kind. In deze klas echt, het is geweldig. Daar heb ik zoveel mazzel mee dit jaar. Zulke prettige ouders, echt geweldig. Dus dat is heel fijn. Ik heb net in de stromende regen ben ik naar huis gefietst om 5:30. Ik wist dat het zou regenen, maar ik moest dat nog fietsen voor mezelf. Lekker. Nu wil ik heel even mijn rug kraken, want die doet zoveel pijn. Dan ga ik altijd op de grond liggen. Op bed meestal. Nou ja, net weer allemaal hele fijne gesprekken gehad. Ik heb er na de vakantie nog wel 4. 2 hadden zich nu aangebeld. En 2, daarmee lukte het niet online, dus dat heb ik verplaatst. En ondertussen was ik deze week heel druk bezig met, ja, op dat soort momenten zie je me meer op Instagram. Mijn computer, heb je misschien gezien, heeft extreme kuren. Mijn weekvlog is al 3 weken er niet. Ik heb nog nooit zo lang gedaan over het uploaden van een weekvlog. Het gaat echt nergens meer over. Ik vind het niet eens leuk, maar ik wil hem niet eens meer online zetten, omdat ik de beelden inmiddels niet eens leuk meer vind. Bestellingen moest ik maken, want de surprise boxen worden als een gek besteld. Dus daar ben ik eigenlijk steeds na werk druk mee. Nou ja, dan werk je natuurlijk nu gewoon 5 dagen. En nooit meer eerder naar huis, omdat je nu gewoon heel druk bent. En je werkt niet meer thuis, dus je kunt het huis niet bijhouden. Dus dat merk je gewoon. Ik ben wel blij hoor, maar ik ben gewoon moe. En ik begon deze week met Valentijnsavond, waarbij we echt om 2 uur naar bed gingen. En dat hakt erin, dus het valt nog mee hoe moe ik ben. En morgen hebben we studiedag, dus daar ben ik blij mee. Dat is weer even wat anders. En we beginnen pas om 9 uur. Maar wel een extreem druk programma. Echt van 9 tot 4 bomvol. Vanavond ga ik even geen bestellingen maken. Even rust. Wel zorgen dat mijn weekvlog morgen online kan als mijn computer meewerkt. Verder even lekker chillen. Leuk. Fijn. Dus, komt goed met mijn vlogs. Hopelijk. Deze film is heel leuk. Heel leuk. Hele leuke film dit. Geweldig. Ik ga niet spoilen, Maar hij heet Alles is zoals het zou moeten zijn. Echt heel leuk. Nou, de laatste is denk ik ook... Zo, altijd lekker chaotisch. Was opruimen. Koffer pakken, want ik ben wat langer weg. Bestellingen maken, had gedoe met mijn printer. En Mark heeft me geholpen, ik ben zo blij. Ook weer wat normale, kleine bestellingen. Ook altijd leuk. Geweldig, mijn lievelingsring. Oké, dat zijn losbestellingen. Dan ga ik nu aan de slag met surprise boxes.
Moet altijd even inkomen, even creativiteit. En dan is dat helemaal leuk. Ik heb er zin in. Oké, deze box is echt totaal geen mix qua items. Dat het leuk bij elkaar is, maar dat hoeft ook niet. Maar wel heel leuk, denk ik zo. Leuk als iemand niet opschrijft dat hij niet van geel houdt. Want deze trui was echt een mega bestseller. Ik heb nu nummer 1, dus de laatste. Maar die is zo leuk. Bomber. Nice. Soms vergeet ik bijna dat er 2 dingen bij moeten bij de grotere boxen. Oké, ready. Oké. Cute. Ook ready om erbij te doen. Ook leuk. Dit is een meisje die eigenlijk dat ze heel erg kort is en ze heeft een kleine maat. Dus dit is dan super leuk als sweater dress te dragen. Topje. Oh, ook weer ready. Erbij doen en klaar. Oh my god, het is gewoon ineens van min weet ik wat naar 15 graden gegaan. Het is heet, het is gewoon veel te warm. Niet normaal. Ik heb trouwens een koffie gehad. Hebben jullie ook als je bij Starbucks bent en de mensen zijn niet aardig? Dat je dan helemaal een soort van teleurgesteld bent omdat mensen bij Starbucks normaal altijd super aardig zijn. Ze wisten niet hoe ze het moesten maken, mijn cold brew met havermelk. Ze deden helemaal niet zo aardig en dan ben ik deze teleurgesteld. Omdat je toch voor 5 euro koffie had, vind ik het ook altijd leuk dat die mensen zo aardig zijn ofzo. Maar misschien ligt het aan mij. Lekker ingepakt hier. Ik ga me nu even opmaken hier met deze koffie in het zonnetje genieten nog. En dan verder met mijn route. Hij heeft pannenkoeken gebakken. Lekker. Oh yeah. Oké, ik ga hem even poppen. Ik ben even in mijn eentje een party aan de fles aan het poppen. Wij zijn vandaag echt zo ontzettend gaar. We weten niet hoe het komt. Maar we zijn even naar de supermarkt gewandeld. En ik zoek licht, de baked feta pasta maken. En kijken of Haat ook lekker vindt. Dat is lekker simpel. Ik heb deze pasta. Lijkt me heel lekker. De echte feta. We willen kijken of er spinazie door kan. Of dat lekker is. En dan dus deze tomaatjes. Ze hadden geen verse knoflook. Dus normale knoflook. Verder heb ik nog even vers sap gehaald. Oh ja, havermelk. Hier had ik ook echt behoefte aan een echte Griekse yoghurt en avocado en zalm. Allemaal dingen waar ik echt zin in had. Het lijkt best wel weinig vet aan. Vandaag heb ik in verhouding iets meer tomaat. Het lijkt echt minder vet aan. Misschien is het minder gram. Ik hoop dat er genoeg saus is. Gaan we bakken even spinazie. Now we add fresh garlic and basil. And we give it a little mix. Zo. Als je dit niet uit, ben je echt verkouden. It's ready. Hij gaat die hele overschaal tillen. Oké. Super creamy, echt heel lekker. Ziet er niet zo heel boeiend uit, maar het is heel lekker. Wij hebben zojuist echt de stomste film gekeken die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik ben er helemaal van ontdaan en helemaal chagrijnig. Want ik vind films over de Tweede Wereldoorlog gewoon altijd heel interessant om te kijken. Dus ik dacht, nou dat gaan we nu weer doen. Maar deze gaat echt heel ver en dit wist ik ook niet. Dit was Sobibor. En dat is dus een... Het was een vernietigingskamp. En nou, het is heel goed om te weten, maar ik zou zeggen, lees een verhaal erover op internet, maar ga de film niet kijken, want het is gewoon te aangrijpend. Ik wil een horrorfilm. Ik vond het echt. Ik ben helemaal chagrijnig ook door. Hadi kon het wel kijken. Helemaal vergeten. Ik ben gezellig bij oma. De laatste keer dat ik bij oma was, was de vorige vakantie. Want ik heb gewoon sinds ik 5 dagen werk geen tijd meer. Zo leuk. Van de vorige keer werd ik helemaal vrolijk. De vorige keer hadden we die beelden dat we voor jou. Dat we aan het dansen waren. Nee, dat we kleren gingen bestellen. Oh. Dat was geen succes, hè? Ik ben de telefoon lag eraf. Dus ik hoorde nu dat ik belde. Oh. Lekker weertje. Ik zou jullie dus nog mijn items van Goods & Gusto aan laten zien. Want ik had het nog helemaal niet aangetrokken. Maar ik heb ook 2 nieuwe items gekregen. Ik heb ze even meegenomen naar haar in mijn teddytasje. Deze heb ik dus ook van hun gekregen. Die gebruik ik echt elke dag.
Maar ik ga even kijken naar de andere twee items die ik heb gekregen. Dit is mijn pakketje. Hij heeft heel veel plezier met je toffe items. We love your cats. Ze doen het echt zo leuk. Ik heb een blouseje en een hele chille trui uitgezocht. Oh, deze kleur is zo leuk. Oh ja! Ik was helemaal vergeten dat ik deze blouse... Ik dacht dat ik een witte blouse had uitgezocht. Maar deze is nog veel leuker. Ik had eerst een witte en toen deze. Die vond ik nog leuker. Wow, deze is zo leuk. Heel mooi vind ik deze, zeg. Wauw. Oh, die ga ik zo passen. Hij is super mooi. Hij is dubbel. Het is een one size. Helemaal verliefd. Ik hou echt van groen. Kijk die mouwen. Wauw. Heel benieuwd ook hier naar. Ik dacht het is zo leuk in de zomer. Bijvoorbeeld op de camping of zo. Lekker trui aan. Pyjama broekje eronder. Of iets anders, maar ik ben heel benieuwd. Ik moet even mijn outfit laten zien. Het is zo leuk. Dit is dus de blouse. Ik vind hem echt helemaal geweldig. Hij is er echt heel erg veel kleuren. Maar ik vind groen zo prachtig. En het is echt zo'n toffe kleur. Dat zou ik echt ook op mijn muur willen of zo. Helemaal blij. Hij is wel best groot. Dus als je een grotere maat hebt dan ik, pas je hem zeker ook. Kijk. Maar super mooie kwaliteit. Dit is de broek. Dit is de broek die ik vorige keer had gekregen. Ik heb hem al vaker aangehad. Hij is echt heel chill. Heel blij mee. Hij is ook off black. En zo tof met die schoenen. Helemaal geweldig. Zo valt hij dus. Low waist. Andere items laat ik ook nog even zien. Maar ik heb ook een kortingscode voor jullie. Volgens mij is het Charlotte15. Het staat in de beschrijving. En daarmee krijg je 50% korting op de nieuwe collectie. En niet op acties. En ja, ik ben er gewoon super blij mee. En hou je ook van blouses eventjes. Dit is dus echt een mega tip, jongens. Want het is een hele mooie kwaliteit. Echt heel chill. Nou ja, dit is wat ik nu aan heb. Helemaal blij mee. En wij gaan eventjes een haring halen en een paar dingetjes doen. Ze zitten in ieder geval heel chill, perfect op maat. En ze lopen ook heel lekker. Ik had ook nog dit hele leuke truitje dat ik ook aan toen we gingen, toen haar en ik op het ijs gingen. Die valt dus gewoon tot hier. Net over je buik, net ietsjes korter. Maar niet echt kort. En deze is niet al te dik. Dus het is echt een prima tussen truitje, zeg maar. Niet echt voor de allerkoudste dagen. Die heb ik ook echt al best wel vaak aangehad. En dan heb ik nog dit t-shirt. Die valt wel echt heel groot. Hij is ook uit de sale trouwens. Hij is echt niet helemaal niet zo best wel goedkoop. Maar hier slaap ik in. Hij is een beetje gekreukeld. Zou ook gewoon als t-shirt kunnen hoor trouwens. Gewoon zo. Kan ook prima. Maar best wel lang, best wel groot. Ik heb hem in een L. Dus ik had hem ook bijvoorbeeld in een M kunnen nemen. Maar ik vind hem ja heel erg leuk om in te slapen. En dan heb ik dus nog deze. Ja, ik vind die kleur zo leuk bij mezelf staan. Deze trui is iets donkerder dan die op de site lijkt. Maar echt een hele leuke kleur. En die kun je ook gewoon natuurlijk zo lekker baggy in je broek dragen. Als je kleiner bent kun je wel sweater dress dragen. Of wat ik net zei, lekker in de zomer. Kort broekje. Super simpel. Of gewoon echt als chill trui met een kort broekje. Lekker als pyjama of whatever. Zo valt hij bij mij. Ik zou hem niet zo op een broek dragen. Maar je kunt er wel van alles mee. Dus helemaal leuk. Gewoon helemaal katoen, niet te warm van binnen. Gewoon een goede stevige trui, maar zonder zo'n zweet binnenkantje. Wat overigens ook heel lekker is hoor. Maar dat zijn dus mijn items van Goods & Gusto. 15% korting staat in de beschrijving. Ook tot wanneer die geldig is. En dit was dus de vorige keer betaalde samenwerking. Maar ik had toen niet echt mijn items goed laten zien. Dus ik wil dat nog een keer doen. Dus dit keer is het niet betaald, maar ik wil het nog even goed laten zien. Dus dat was het. Doei! Komt het door de zon? Ja, ze zijn gewoon heel blij dan. Zo schattig. Waarschijnlijk straks ook. Ik heb niet eens gezegd dat ik naar jou ging. Hoi. Echt slechte vlogger geworden. Nou, het komt ook door de kuren van mijn computer en mijn camera. Ja, ik kan ineens niet meer inladen. Ik kan ineens niet meer het leegmaken, mijn geheugenkaart. Dus ik moet steeds handmatig allemaal dingen verwijderen. Oh, ja. Wow, wat een weer. Lekker, hè? Ja. Ik ben met papa en mama. Ik heb echt weinig gevlogd. Omdat ik morgen mijn spataderen ga laten doen. Waar heel veel van jullie ook heel benieuwd naar waren. Dat is morgen. En dan moeten we om 9:30 in Amersfoort zijn. Dus ik slaap hier. Dus dat is wel heel gezellig. We slapen hier morgen eigenlijk ook. Nee. Maar misschien, ik weet niet of ik dan nog kan rijden. Oh, kan. Schat, je bent welkom. Oh, weet ik eigenlijk niet of ik hier blijf, maar het kan. Nee. Morgen word je dan gebeld. Oké, dankjewel. Moet ik even de kussens erop leggen? Mag. Het schijnt hier niet heel lang. Wel lekker. Steeds langer. Ik zal zo even aan jullie vertellen hoe mijn behandeling was. Mensen waren hier ook heel nieuwsgierig naar. Maar ik heb helemaal niet mijn spataderen laten zien hoe ze eruit zagen eerst. Maar ik heb dat ook niet laten behandelen. Dus mijn been is echt heel erg vattig nu. Doordat er tape in zit en vocht. Echt zo.
Kijk. Het is wel smerig dat je de brandgeur rookt. Vorige keer dat ik naar de kliniek ging, heb ik jullie helemaal niet verteld hoe het was. Omdat ik, weet ik eigenlijk helemaal niet. Dat mama het heel uitgebreid verteld en ha. Daarna ben ik het helemaal vergeten in mijn vlog te delen. Wow, mooie duif. Maar ik ging er eigenlijk naartoe. Ik heb er wel een beetje last van mijn been, maar ik weet ook niet beter. Dus het was af en toe wel dat het klopte in mijn kuit. En ik heb sowieso wel vaak dat mijn been niet zo lekker voelt als ik lang sta. Maar ik weet niet of dat daardoor komt. Dat kan dus wel. Ja. Maar het was meer omdat ik op mijn kuit had ik van die... misschien heb ik wel een foto. Of misschien zie je het straks nog wel als ik mijn kous afdoe. Vinden mensen die vogels vervelend? Nee toch? Toch gezellig? Nou ja. Maar ik deed vooral iets van 3 jaar geleden in de zomer of zo. Zag ik... Nee, 2 jaar geleden denk ik. Met jullie in Frankrijk zag ik ineens dat ik spataderen had, hier zo op mijn kuit. En ik had altijd al op mijn linkerkuit 1 ader, maar dat vond ik niet erg, maar echt bobbels. Ja, ik vond het echt, toen dacht ik echt, maar ik durfde het niet weg te laten halen. En toen ben ik toch maar naar een kliniek toe gegaan en toen ging hij dus een echo maken. En toen zei hij, ja, je been is ziek, voor mij mijn rechterbeen, zeg maar. Je hebt een ziek been, helemaal vanaf je lies moet die hele ader eruit. En dat was een paar maanden geleden, dus heb ik toen wel gezegd dat ik erheen ging en dat heb ik dus vandaag laten doen. Maar als ik die cosmetische aders in mijn kuit wil doen, moest je dat nog los doen. En dat wordt niet verzekerd. Dat was nog €450 of zo. Dan moest je dat nog los laten behandelen. En ik zei eerst dat ik dat wel wilde, maar uiteindelijk wilde ik het niet. Maar dan was ik waarschijnlijk vergeten door te geven. Dus ik kom binnen en zeg, zo, je komt de hoofdader weglezen. Of hoe ze het zei. En je komt haken. Hoe heet het nou? Ik zeg net echt maar hoe het heet. En je komt uithaken of zo. Echt een heel smerig woord. Alsof je de aders uitgehaakt worden. Dus dacht ik. En ik was al best wel zenuwachtig. En ik mocht alleen maar in mijn eentje naar binnen natuurlijk. Ik vond het gewoon best wel eng. Maar goed, ik vond het niet een hele prettige ervaring. Want ja, het ging best wel. Niet echt lopende bandwerk. Maar niet heel chill voor mensen die het spannend vinden, vond ik zelf. Ik moest gewoon mijn broek, mijn sokken, mijn schoenen uitdoen. Even wachten. En toen begon het eigenlijk al. Het ging allemaal best wel snel. Maar ik vond de verdovingen dus heel veel pijn doen. Terwijl normaal vind ik het alleen eng en de pijn vind ik niet zo erg. Maar iedereen zegt dat het meevalt. Maar ik vond die spuiten, die naalden, niet per se dat de vloeistof erin ging, maar die naalden vond ik echt heel pijnlijk. Echt gewoon ook alsof die 3 minuten heel dieper in ging. Ik vond het echt niet chill. En toen uiteindelijk vond ik het ook niet heel lekker voelen dat mijn been verdoofd was, prima. Maar de wegbranden zelf heb ik helemaal geen last van gehad. Dat heb ik echt niet gevoeld. Want dat vond ik dus echt heel erg een heel smerig idee. Dat er dus een laser, het gaat niet zo pff, en dat de straal zo doorwerkt. Nee, die laser gaat door je hele ader zo. Dat vond ik een heel smerig idee. Maar daar heb ik dus niks van gevoeld. En nu zit ik helemaal in het verband, mag ik 3 dagen niet douchen, heb ik een steunkous aan. En het voelt niet heel lekker, moet ik zeggen. Het voelt branderig, jeukerig, terwijl de verdoving nog ingewerkt is. Dus ik ben benieuwd. Ik vond het niet niks of zo. Maar de mensen die dat hebben gedaan, de meesten die doen het volgens mij inderdaad alleen dat uithaken of zo. En niet hun hele ader eruit branden. Dus mijn hele ader is eruit. En dat moet je lichaam zelf gaan oplossen. Dat is nu dan verschroeid. Heel, ik vind dat wel smerig. En jij hebt ook je hele ader toe gedaan. Ja, het verbrandt gewoon. Ja, en dat rook je ook. Het rook echt verbrand. Het is verschroeid. Ik hoop dat de vogels niet te veel herrie waren op de achtergrond. Indien wel. Dan is het gewoon hier. Dus dat is vet zo fijn. Oh, wat leuk, Eline. Dat stond niet op de vlog. Dat jij in je oksels ook. Hi, Poesiemiaal. Welke partij ga jij stemmen, Poesiemiaal? Maar ik mis echt bepaalde stellingen. Dus daar wil ik graag nog wat meer over weten hoe die partij daarover denkt. Dan moet je in die partijen verdiepen. Nou, laten we dat even doen. Mama en ik hebben net een stemwijzer gedaan voor mij. En er komt dus een partij uit die er wel vaker uitkomt bij mij. Maar ik mis echt bepaalde punten die ik heel belangrijk vind. Welk punt had ik nou nog meer? Iets met dieren ook en welzijn, geloof ik dat je. Nou, ik miste sowieso een vraag over dierenleed. Dat kwam er helemaal niet voor. Alleen net bij die verhelderingsvragen over de veestapel. Ik vond in ieder geval dat er weinig gevraagd werd. Ja, ik hou me niet goed genoeg met politiek bezig. Maar ik probeer het steeds meer te doen. En ik wil echt wel een stem uitbrengen waar ik achter sta. Dus we gingen die stemwijzer even doen. Ik ben benieuwd of jullie de stemwijzer hebben gedaan en wat jullie ervan vinden. En of jullie nog punten hebben die je mist. Het is niet echt wat mijn kanaal over dit onderwerp heel erg gaat, maar ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Wat mis jij nou in zo'n stemwijzer? Wat mis jij in zo'n stemwijzer? En wat vind je nou een heel belangrijk punt? Dat vind ik wel interessant om te horen van jullie.
Oh ja, nu zit ik op een website van een partij en dan staat er inderdaad ondernemen en financiën. Wonen vind ik ook wel een belangrijke. Voor sommige mensen is het echt onmogelijk om aan een woning te komen. Dat vind ik ook een belangrijke. Lekker hoor dat die behandeling zo vroeg was, want dan heb je super van je dag. Ik heb nu echt tot 2 uur, wat is het? Ja, 5 voor 2 met mama in de zon gezeten, lekker gekletst. Ik lijk nu heel ruim. Nu ga ik even lekker werken. En dan is het pas 2 uur, dus dat is super chill. Was even aan vlokken. Dit is trouwens, het heet trouwens EVLT behandeling. Voor wie het nog even wil weten. Ik zal dit even zo laten zien. Dan kan je het even stil op pauze zetten. Papa heeft de soep gemaakt voor ons. Ach, het is beter dan niets. Lekker. Wat vind je dan van dat? Poesem. Nou, het verschil met vandaag en gisteren is bizar groot. Ik dacht echt, ik werd om 5 uur 's nachts wakker. Ik dacht, oh nee, mijn benen zal helemaal verstijfd zijn. Dus ik beweeg hem. Het voelde totaal niet anders dan toen ik ging slapen. Dus dat was heel erg positief. Echt, de pijn in mijn lies is bijna weg. Het voelt nu gewoon als de ergste spierpijn ooit. En het is ook best raar dat het aan 1 been is. Het is aan 1 been een kous. Aan 1 been voelt het pijnlijk. Dus dat is een beetje gek. Maar ja, ik kan hem niet helemaal buigen. En het voelt gewoon extreem stijf. En als ik hem hard neerzet, doet het pijn. En het voelt gewoon in elkaar gestagen en als spierpijn. Maar dat is niet erg. Gisteren had ik zoveel last, dus ik ben echt blij. Ik ga nu even naar het postkantoor lopen. Ik ben heel sloom vandaag. Ik dacht, oké, ik mag ook gewoon chillen. Dus ik heb echt heel lang in bed gelegen. Maar het is heel mooi weer, dus een beetje zonde. Ik heb mijn mondkapje. Ik ga even gewoon zo. Ik heb trouwens gedoucht. Dat mag eigenlijk niet. Maar ik heb op een kruk ben ik gaan zitten. Mijn handdoek om mijn been gevouwen. Mijn been op een emmer omhoog. En hij is een heel klein beetje nat geworden bij mijn knie. Maar minimaal heb ik snel gefeund. Ja, ik wilde echt mijn haar wassen. Ik ga de vuilniszak weggooien en even lopen naar het postkantoor voor een Chiquelle pakketje. Ik ga niet nu bestellingen maken, want ik wil nog even van de zon profiteren. Dus ga ik even lekker rustig wandelen in het zonnetje. Maak ik vanavond een bestelling en verstuur ik die morgen. Trouwens, ik bedacht me net dat ik de laatste tijd zo weinig make-uploze dagen heb. Ik ben natuurlijk nu eigenlijk ieder weekend met haar. Dan ben ik natuurlijk gewoon zonder make-up in de avond en ochtend. Maar als ik de deur uit ga, wil ik me eigenlijk altijd wel opmaken. En ik draag echt niet veel make-up, maar toch. Dus irritant vind ik mascara eigenlijk, want daar pulk ik altijd aan. Maar daardoor maak ik me eigenlijk ieder weekend op. En mijn vrije dag, vrijdag heb ik ook niet meer. Nu, omdat het vakantie is. En ik denk, ja, ik ga lekker even geen make-up dragen vandaag. Hoe heerlijk. Als ik zo even kort de deur uit ga, maak ik me niet op. Maar als ik echt ergens naartoe ga, ja, dan maak ik me toch altijd wel op. Vind ik gewoon chill. Hoe weinig het ook is. Maar te lekker om eventjes een make-uploos dagje te hebben. En nog even snel die zon te pakken. Leuk. Love it. Lekker. Afvalstoffenheffing betalen. En even een factuurtje declareren van mijn pil. Mocht iemand het interessant vinden, ik slik de microginon 20. Heel licht te veel. Boodschappen zijn binnen. 2 zakken spinazie. Trouwens een tip, als je net als ik totaal niet handig bent en dat soort dingen bedenken. Voor sommigen is het misschien heel normaal, maar doe dit in de vaatwasser. Dat heeft H tegen me gezegd, dus dan doe ik het altijd. Lekker schoon, heerlijk. Ik heb echt veel te veel in huis voor een kleine koelkast. Groentesoeppakket, lekker. Wat een rust, zeg nu Bolly er niet is. Normaal moet ik alles 30 keer opnieuw zeggen omdat Bolly er doorheen krijgt. Echt, mensen zeggen vaak dat ze Albert Heijn te duur vinden, maar ze hebben zulke chill aanbiedingen. Feta. Deze is heel chill voor feta pasta. Als het weer lekker weer is, heb ik er helemaal zin om lekkere gember juices te maken. Dus dat heb ik ook gekocht. Dan hebben we nog. Oh, dat gaat dus allemaal nooit in mijn koelkast passen. Dat is zo irritant. Ik bewaar het liefst wel in de koelkast, want het gaat gewoon snel over datum buiten de koelkast. Ik doe namelijk echt rustig 3 weken met sinaasappels als ik ze in de koelkast bewaar. Echt waar. Als ik ze er buiten leg, zeker niet. Ook in de aanbieding. Echt super lekker. Bananen kunnen buiten de koelkast. Ja, dit bewaar ik ook het liefst in de koelkast. Maar ook het hele chill aanbieding. Mijn all-time favorite koffiemelk. Dit vond ik ook wel chill voor als ik sapjes of zo wil maken. Want dan hoef ik niet een heel pak open te maken wat dan op moet. Of voor onderweg. Voor kids is sowieso wat chill. Dat is een beter qua calorieën. Dus ik heb appel-aardbei 2 keer en appel 2 keer. Dit nog voor mijn wok. Vind ik dus heel chill met zwarte bonen. Dat kennen jullie misschien wel. Knoflook, zwarte bonen, tomaten. Ik weet niet waarom ik dit heb besteld. En knoflook. En de tv stond heet aan. Dat was waarschijnlijk heel vervelend, maar dat hoor ik niet. I'm sorry, dat was het. Dit is mijn been en ik ga het er vandaag afhalen, want echt iedereen die ik het vraag, die heeft het 48 uur. Ik vind het overdreven dat ik dan 72 uur moet doen. Het lekt ook totaal niet. Dus ik ga nu het verband eraf halen, dan gewoon douchen en dan doe ik de kous. Waarom gebruik ik eigenlijk dit soort tape? Want het doet vet veel pijn om dat eraf te halen. Auw! Sowieso heb je natuurlijk echt
Die noppen zitten ook niet heel erg lekker, maar goed. Dat is even als je klaagt, hè? Even de waarheid. Ik ben lekker bij oma. We zijn even aan de wandel. We waren net binnen, maar oma gaat even naar een vriendin. Je mag het vanaf hier doen. Onder of boven? Onder. Oké. Okay. En ze heeft de Rob Roy. Nee, hoe heet het? Rolls Royce onder de rollators. De Rolls Royce onder de rollators voor zichzelf gekocht. En ik mag alleen de onderkant filmen. We wandelen nu even naar de vriendin. In het zonnetje. Hij is de allerlichtste die er bestaat. Ik heb even wat lekkers gehaald voor oma. Want ik wilde even, als ze straks terugkomt van een vriendin, dat ze dan als verrassing een gembertaartje in haar tuin heeft liggen. Want dat is haar lievelings. Maar ik wilde er twee kopen en net voor mijn neus werd het weggekaapt. Maar er was er gelukkig nog één. Kijk, het is zo'n taartje. Kijk dit. En dat vindt ze heel lekker. Dus ik heb ook maar dit erbij gekocht. Verse kokosmacaroni. Dat vindt ze ook lekker. En voor mezelf. Een broodje. Lekker. Superleuk blad dit. Ik heb alleen de volgorde niet op en dan drie toosjes van die op dat andere vakje legt. En dit hier. Duidelijk geen OCD persoon. Oeh, hij gaat nu al poppen. Oeh, nou, ik wou hem schieten, maar hij ging al. Ik heb het nog nooit gedurfd in mijn hand te poppen. En nu ging het automatisch. Nice. Champagne brut. Zag die pigmentvlekken bij jou, ja? Heel erg. Ik dacht dat het niet zo was. Ik dacht dat het komt door krabben. Inruimen, je mag nieuwe spullen brengen en alles wat verkocht is. Ik heb ook maar twee paarden verkocht hebben. Twee paarden. Heel goed, maar je hebt ook echt mooie spullen. Weet je wie er ook van hield in haar tijd? Ruben hield er ook zo van. Echt? Ruben is gek op de. Oh, nou, hij vindt het ook heel lekker. Jammer dat hij er niet is. Dat weet ik. Ja, wel lief, dan kan ik een stukje voor hem meenemen, want hij komt vanavond naar me toe. Lekker. Papa, kan je zeggen wat er in de sla zit? Dat vinden mensen leuk. Ik zie het zelf ook wel, maar mensen vinden het leuk. Mag ik het zeggen en dan mag Robin het aanvullen? Rucola? Dobbertjes, komkommer, gele paprika, munt, gemengde salade, broccoli, broccoli, avocado, avocado, granaatappelpitjes, granaatappelpitjes. Ja, helemaal goed. Nou, dat dus. Ja, het is ook wel heel duidelijk te zien. En dan kan je ook je dressing vertellen, want dat is echt iets wat mensen niet weten. Ik kan dat ook niet zo lekker. Het is gewoon jouw standaard dressing, toch? Wat een mooie harmonie van kleuren. Ik heb Limburgse mosterd. Let op, hè, Limburg. Appelsiederazijn, zoutpeper, olijfolie, honing. En shallotjes. Ja. Wat zit hier op, Bob? Witte kaaspizza met blue cheese en knoflookkaas en parmezaanse kaas en mozzarella en oesterzwam. Zo. Ik ben gezellig met papa en mama. Mama is even vogelvoer aan het pakken en papa's pizza aan het maken. Dus ik ging even vloggen. Ik ben bruin, maar ik krijg de laatste tijd, dus sinds de zon weer schijnt. Ik weet niet of je het ziet, maar allemaal ook glim. Zo. Helemaal rood. Vlekken op mijn huid. Ik moet het een beetje in de gaten houden wat het is. Of moet ik me meer gaan insmeren? Ik ga natuurlijk helemaal niet meer naar de zonnebank of iets, dus misschien is mijn huid daardoor. Ik weet niet wat het is. Ik word ook heel snel bruin, dus mocht iemand er tips voor hebben. Let me know. En ik probeer nu trouwens heel lang te kauwen. Dus echt, hé mama, 14 keer zeker, wel 25 keer te kauwen op een hap, als ik eraan denk. Om enzymen aan te maken en ik hoop dat ik daardoor minder vaak buikpijn krijg. Maar ik weet het niet zeker, maar dat is sowieso goed. Rustig eten. Oh, niet nu meteen doorslikken, maar blijven kauwen. Gelukt, Eline? Ja. Hi, Kiekeboe. De ding, de pil trok. Toen was hij helemaal uitgerukt en kon er geen kant, kon er niks mee. Hoe kan hij nu dan zo mooi zijn? Omdat ik de magic op de deck. Bodemje niet heb kunnen redden, maar wat erop zat wel. Oh, je hebt een nieuwe bodem. Een bodem. Maar wat ben je aan het doen? Mama heeft koffie voor me gemaakt, maar ze vergat op te letten waardoor die overstroomde. Hoe jij loopt, mama. Papa, kan je even vertellen waar dit van was? Want dit was zo lekker. Stebon. Sabon Noga. Oh, dit was echt, ik weet niet, ik was het wel vergeten. Met name, mama vond het lekker en dat vond ik heel bijzonder. Ik vond het zo lekker en ik hou niet van chocola, mama ook niet. Dit is echt geweldig. Nu begrijp ik waarom je een half tractaan met Sabon hebt uitgegeven. Hallo jongens, even een spatader update. Voor de mensen die het niet boeiend vinden, moet je even doorspoelen. Maar ik merk dat er zoveel interesse is in informatie hierover, omdat heel veel mensen hiermee dealen. Dus ik merk het al sinds ik heb aangegeven dat ik dit ga doen, maar ook op mijn Instagram echt heel veel berichten. Ik vind het dus wel wat zwaarder dan, nou ja, zwaarder, vervelender dan ik had verwacht. Want ik kan nu niet eens dit been optillen. Kan niet, het is alsof ik geen spierkracht heb. Dus ik moet hem echt zo optillen met mijn handen. En lopen lukt wel, maar het loopt wel raar.
En het trekt helemaal door naar je rug. Op een of andere manier voel ik in mijn andere bovenbeen ook ineens pijn. Ik weet niet, misschien omdat die dan wat meer werk moet doen nu. Maar gewoon deze kant van mijn rug, waar mijn been dus zit. Heel veel pijn. Zo erg dat ik net zelfs een beetje scheef liep. Dus ik heb er best wel last van. En het is nu 9 uur 's avonds en ik ben ook wel heel moe. Dus ik vind het niet niks, zeg maar. Misschien was deze dag ook net iets te druk, maar goed. Hazer nu en Bolly is ook weer hier. En ja, dat was even de update. Verder gaat het prima.